Voorzitter, ja, het bekeravontuur is voorbij. Dat is geen verrassing, maar we krijgen twee ballen binnen op vrijstaande fase. Maar de trainer verdedigt zich en die zegt, ja goed, maar het waren geschenken van de leiding die op provinciaal niveau staan. Ik had ook dat gevoel dat bij die eerste fase er een duik was. Maar ik zou de beelden moeten opnieuw zien natuurlijk om dat te kunnen bevestigen. En zeker bij die tweede fase vond ik ook dat, dat dit zeker geen vrije trap was. Maar ja, goed, nogmaals, we bekijken het ook vanuit een KVO-oog waarschijnlijk. En je moet stellen dat KV Mechelen duidelijk de betere ploeg was vandaag. Wat normaal is ook, die mannen hebben een budget die 10 keer zo groot is als dat van ons. Dus in die zin denk ik dat we toch geprobeerd hebben om wat voetbal te brengen. We hebben niet berust bij die 1-0 achterstand. We hebben toch geprobeerd om er iets aan te doen. Daardoor krijg je er een tweede en een derde te slikken. Maar al bij al mag je tevreden zijn, denk ik, vandaag. Mooie opkomst. Bedankt voor de steun van het publiek. Absoluut. Geen mentale dreun voor Wetteren, want gevaarlijk, hè? De laatste van bezoeken. Ja, maar ik denk niet dat, dat dit... ik denk dat het belangrijk is om mentaal klaar te zijn voor Wetteren. In die zin dat je zeker en vast die wedstrijd niet mag onderschatten. Want het is niet omdat Wetteren nog geen enkel doelpunt gemaakt heeft in tweede klasse, dat je daar even op je gemak gaat winnen. Dus heel belangrijk om daar wakker te zijn. En dat is ook heel belangrijk. Die competitiepunten zijn heel belangrijk voor ons. Ja, slotvraag. Het gaat over de media. Het idee van Tink Media, die zoeken van een sponsor meer tv-geld voor tweede klas. Hoe staat het er nu eigenlijk mee? Ja, het is... Een droom? Of, Ja, voorlopig is het misschien een droom, maar in ieder geval, er wordt aan gewerkt. Maar ja, er moet, om te trouwen moet je met twee zijn. En voorlopig is er nog altijd geen enkel televisiezender die bereid is om cash op tafel te leggen. Maar goed, het is aan ons om ons te professionaliseren in tweede klasse. Ons product te verbeteren en in die zin te proberen om inderdaad ook langs die tv-rechten, weliswaar in mindere mate, maar toch te kunnen ons budget verhogen op die manier. Ja, er is sprake, Tink Media, dat ze eventueel zouden zeggen, als we geen akkoord bereiken met de liga van tweede klasse, dan kunnen we eventueel wedstrijd per wedstrijd door sponsors laten betalen. Ja, oké, dat kan allemaal. Het seizoen is begonnen. Ik denk dat het... We zijn nu aan het zien om de eindronde proberen interessant te maken en aan te bieden aan een zender. Daar zit spanning op, dat zou moeten kunnen lukken. En bon, we zien wel wat het geeft. In ieder geval, het zal niet meer voor dit seizoen zijn, vrees ik. Finaal vraagje. Je bent de man van de open bedrijvendagen. Is KVO vandaag een ploeg geweest waar je zegt, ik ben fier op dat bedrijf? Ja, het was een beetje te veel open deurdag in mijn ogen vandaag. Maar voor de rest ben ik heel fier. We hadden een mooie opkomst en een mooie recette. Dus dit was een gala-wedstrijd. Dat was de bedoeling. Absoluut. Bedankt. Dankjewel.